volgens mij heel veel talen. Moet het, ja, voor Engels, Duits. Ja, ja, ja. 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 Het is echt helemaal voor honden gemaakt. Dus er zit geen alcohol in, er zit geen koolzuur in. Dus, en er zitten wat extra extracten in om het voor de hond smakelijk te maken. Je mag het bier noemen, omdat er ook samenstellingen die in het bier voorkomen zitten hier ook in. Maar het is toegevoegd met mineralen, vitamines. Dus het is eigenlijk helemaal speciaal voor de hond op de markt gebracht. Ik heb een oppassen door. Een rugzak. Ja. Eentje weg en links en weer rechts. Dan ben je in het centrum. We are overwhelmed with it. From America, England, Japan, we have mails, and we are just going to think about it, how we can bring it on the market there. Waarom hoenderbier? Weil das ist etwas anders als Wasser und man kann das als Gift geben für Tierentag oder dein Hund hat Puppies bekommen oder dein Nachbarn hat einen Hund bekommen, dann ist es ein schönes Geschenk. Wir sind gewohnt natürlich allerlei Spielzeuge sind zu kaufen und Knoten, und aber dies ist etwas anderes als ein Spielzeug. Ja, ik lust zelf ook graag een biertje natuurlijk. En ja, voor de honden is het ook, ja, zoals een maatje, net een maatje gekocht en daar doe je toch alles voor. Het is toch een soort kind van je, laat ik zo maar zeggen. Ik vind het ontzettend leuk, maar goed, zo'n kleintje. Af en toe heb ik wel eens met een glaasje wijn eens wel eens een keer dat zo al pak, dus nee. Nee? Nee, nee, nee. Maar spreekt u niet? So, I think it's very cute actually. You have a beer and your dog will have a beer also. Sitting at the bar, your dog can sit at the bar also, and together you can drink a beer. I think it's very cute actually. Very nice. No alcohol. So, don't do any harm at all to the dog.